Na het winnen van de Stadsprijs gaat het werk bij het Natuurhuis in het Doekpark De Hagen gewoon door. Nou, dit is ons zogenaamde waterproject. We hebben hier twee waterpartijen. Hier een hele grote wadi. En daarboven een kleinere vijver. Dat is een opvangvijver, zeg maar, van al het dakwater. En dat heeft een hoger peil dan de wadi. Dus er moet een overloop komen, een dam, een echte dam. Een tijd geleden hebben we daar al een betonnen band gestort. Maar goed, er komt zoveel waterdruk op. Daar moet dus een enorme wand tegenaan gebouwd worden. Om het water op te vangen. En dan loopt het heel rustig over de dam de wadi in. Het is een heel project. We hebben verschillende keren hier de wadi leeg moeten pompen. Maar door de vreselijke slechte weer liep hij elke keer weer vol. Nou hebben we eindelijk mazzel dat het een aantal dagen mooi droog is. Dus die gelegenheid die pakken we gelijk. We zijn nu druk bezig. De metselaar die heeft eerst een verdering van die klinkers aangebracht. En daarbovenop wordt de wand gemetseld. Nou, de vrijwilligers zijn druk bezig met het aansjouwen, zeg maar, van al die klinkers. Dus met z'n allen maken we er weer een prachtig project van. Super gewoon.